We zijn terug bij Thief Simulator 2. En we gaan weer wat dingetjes lenen. Joink. Ja. We springen direct in de actie. En het eerste huis waar we gaan inbreken, dat is Hero. Dit is 104. En wat jullie gelijk ook opvatten, zijn waarschijnlijk die camera's. Die kunnen wij uitschakelen. Maar daarvoor moeten wij een drone gaan gebruiken. En die in de laatste video hebben wij die unlocked. Ik heb die nog niet gebruikt. Dus gaan we eens even kijken hoe dat werkt. Maar waar, oh waar, parkeer ik mijn auto? Je kan hem niet zomaar langs de weg zetten, want dan wordt vaak de politie gebeld. Dus ik kan hem hier ergens in de bosjes parkeren. Al hoop ik wel dat niemand dat gaat zien. Ik bedoel, het is een felrode truck. We zullen zien. Hier staat hij op zich wel mooi. Doe ik de deur dicht. Het zou op zich wel grappig zijn dat ik binnen dingen ga stelen. Kom ik buiten en heeft iemand mijn auto gestolen. Maar ja, hier moeten wij dus gaan inbreken. Ik weet niet precies voor wat. En hierachter hangt ook een camera. Ook een hele muur eromheen. Is net Fort Knox. We hebben als eerste dus die drone nodig. Even kijken, hoe werkt dat? Die kunnen wij via hier pakken. Yep. Equip. En dat is G. Dus met die drone kunnen wij, als het goed is, camera's uitschakelen. Dat is in ieder geval wat ik daarvan begreep. Hoe ga ik omlaag? Disable camera. Pats, boom. En hij is uit. Kunnen we daarin kunnen vliegen? Dat is te ver weg. Hardcore parkour. No. Nee, ik denk dat wij die ervoor ook moeten uitschakelen. Side window is open. Kijk, dat is in ieder geval goed nieuws. We hoeven nu voor geen raam in te tikken. ik schrok. Blijkbaar komt letterlijk de bewoner net thuis. Dus we zijn te laat. Ik kan alsnog even die camera uitschakelen. Dan kunnen we gaan slapen en misschien straks terugkomen. Hier hebben we weer de drone voor nodig. Sim, salabim. En uit. Kijk, wat makkelijk, jongens. Wat makkelijk. Oh, ik word gebeld. Er is een cardboard box met mijn stuff inside. Fuckers were supposed to send it to me, but it's still there. Ah. It's heavy, so put it in your trunk. Oké, wij breken dus in voor een cardboard box met zijn spullen van die persoon die net belde. Er ligt sowieso meer. Een PC-unit, een receiver en headphones. We moeten sowieso gaan wachten tot hij weg is. Gok ik. Oh, hallo. Hi. Ik ben de hond aan het uitlaten. Oh, waar is mijn hond heen? Oepsie. Waarom draait zij niet om? Eeuw. Zij heeft maar door. The next day. We gaan eens even kijken of de kust veilig is. Hij is nog steeds thuis. Dat kan niet heel lang meer duren als ik dat ding rechtsboven mag geloven. Kan ik kijken in? Ik kan... Het is wel handig dat we dit even checken inderdaad. Ik heb nog lockpicks. Als moeten we even lockpicks aanschaffen. Kijk, ik heb het ook nog steeds in de vingertjes, boys. Ja, komt goed. Ja, ik weet niet wat hij aan het doen is, though. Het lijkt alsof je op de wc zit. Oh, hier staat ook een raam open. Er staan twee ramen open, want er staat er ook eentje daar open. We kunnen hierin gaan zitten. En even gewoon wachten. Dan kan ik rondkijken. Kan ik die steen oppakken? Oh, dat kan. Oh, dan kan je misschien mensen weglokken. Over weglokken, maar hij gaat letterlijk nou weg. Oh, hij vertrekt. Oké, dan moeten we snel zijn. Maar hij is vertrokken. Oké, dan gaan we hier gelijk naar binnen. Ideaal dat raampje open staat. Wat is dit? Een scanner? We nemen gewoon alles mee wat we kunnen vinden. Joink. Een speaker. Nee, wacht. Ik moet niet alles meenemen. Want ik kan beter kijken wat het meeste oplevert. Zoals... Oh, hier, geld. Kijk. Zoals dit. En... Oh, daar kan ik niet in. Dat is een kluis. Lockpicking skill level 2. Die hebben we nog niet. Wat hebben we hier? Kijk. Een beetje wijn. Ik moet waarschijnlijk ook wel sneller zijn trouwens. Want heel veel tijd gaan wij niet hebben. Computer. Die nemen we ook mee. Hier stond een raam open. Jop. Kan gewoon. Ook deze jiet ik naar buiten. Ah! Want ik vermoed dat hij zo meteen terugkomt. En... Oh, hij is al terug. Ergens let ik hem terug. Wat? Hoe is hij zo snel terug? Holy hell. Dat was op het nippertje. Hoe snel is die vent terug? Geen mensen op straat. Oké, niks te zien. Misschien moet ik mijn auto toch iets dichterbij zetten. Nee, je ziet niks.
Niks te zien. Niks te zien. En hoppatee. Ja, ik parkeer hem toch even langs de weg. Ik wil die PC nog hebben. En ik hoop gewoon niet dat de politie gebeld wordt. Ik denk dat dat op zich, als we snel genoeg zijn, geen probleem hoeft te zijn. En ergens ben ik zelfs nog geneigd om naar binnen te gaan. Om nog meer te stelen. Ik zie daar een computer. Er zal ongetwijfeld nog meer liggen. Maar ik denk dat hij ons zal horen als we naar binnen klimmen. Dus dat risico neem ik niet. En nogmaals, we hebben al heel veel geluk gehad. Want het scheelde bijzonder weinig. Het scheelde heel weinig. En deze gaat ook in de auto. Wacht, ik moest deze openmaken. Hè? Hoe open ik hem? Ik heb helemaal geen knife. Weet je, ik breng hem wel eerst even mee naar huis. Voordat we dat hier gaan doen. Dat is misschien wel verstandig. Ik rij eventjes naar mijn huisje toe. Maar nou is dus het ding. Hoe open ik deze doos? Oh, ik moet daar die doos neerzetten. Ja, ja, ja. Daar moet die doos komen. Daar lag een mes. The more you know. Drop, hallo? Werkt dit? Yes, we hebben de knife. Oh. Vind ik dan wel jammer. Ik had wel graag gehad dat ik hem zelf open moest snijden. Maar wat is dit? Een black package. Oh. We moeten naar nummer 110. En waar parkeer ik hem? Ik blijf dat lastig vinden waar ik mijn auto moet parkeren. Is dat heel verdacht? Dat hij middernacht in een auto staat? Oké, plant a suspicious package inside the home. Unspotted. Voor $250. Hallo? Let niet mij. Oh, ja, yeah, you're blocking the way. Daar hebben we het al. Daar hebben we het al. Dude, waarom moet jij om... Oh, het is 7:15. Oké, dat is dan niet zeer laat. We kunnen hier achterom. Rustig. Yeah. Dude, ik vind dat het lockpick in deze game zo satisfying. Eerlijk. Ja, we moeten crouchen. Staat er hier toevallig... Oh, snap. No, 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 no. Ik weet niet of ik hier... Oh, ik zit. De cops! Kan ik eruit? Oh no. I'm so doomed. Heeft de politie mij gezien? Ik weet niet of ze mij gezien hebben. Het lijkt er niet op dat ze mij 1, 2, 3 kunnen vinden, maar... Maar ik kan mijn drone gebruiken. Oh, can't use drone during police chase. Dude, dan kon ik zien waar de politie ergens uithing. Oké, we zijn ze kwijtraken. Over het algemeen doe je van tevoren eerst kijken wat mensen hun routine is. Dus je ziet wanneer ze niet thuis zijn. Misschien dat we daar eerst mee moeten beginnen. Oh mijn god. Ik dacht even dat de politie was. Oké, de politie gaat er vandoor. Dan heb ik een ander probleem. Er zit daar nou een security in. En ik moet er nou langs om naar buiten te gaan. Hier zit geen raam. Het is heel raar. Alleen daar op het hoekje. Het is Burglar Awareness Day. Wat is de kans? Van alle dagen in het jaar is het vandaag Burglar Awareness Day. Oeh, we kunnen inbreken. Nogmaals, ik weet niet of er een alarm op staat. Maar soms heb je dat je andere lockpicks nodig hebt. Slowly but surely. Plant the package. Over hier ook. Kan ik deze rustig openen? Oh, verkeerde kamer. No. Dat is een slaapkamer. Uh-oh. Ik hoop niet dat hij wakker wordt. Heel voorzichtig openen. Heb ik het pakketje? Ik heb... Blijf... Oh, ik kan niet lopen. Thank you. Two more things, kind sir. I need a photo of the kitchen in 105. Oké. Hij wordt er niet wakker van. Dat is goed nieuws. Ik wilde weglopen, maar ik kon niet lopen terwijl ik mijn telefoon in mijn hand had. Ik kan even wat dingen meenemen. Wat is dit? Ik kan een tv meenemen. Zal ik dat gewoon doen? Ja, joh. Yoink. Yoink. Er ligt sowieso iets anders kostbaars, maar... Ik ga je natuurlijk niet heel rustig het hele huis leeg roven. Daar heb ik helemaal geen tijd voor.
Ik ga er gewoon vandoor, het zal wel. Oh, dat is creepy, dude. Andersom is het ook echt bizar. Dat je gewoon ligt te slapen en het idee dat iemand gewoon in je huis is geweest. Lijkt me echt verschrikkelijk. Hoppatee, een nieuwe tv. Dat rijmt. Oké, waar moest nou ergens anders heen? Naar 105. Moet ik een foto maken van iemands keuken? Ik zou mijn god niet weten waarom. Dat is een beetje vreemd. Zijn we hier niet eerder geweest? Ja, we zijn daar net... We zijn letterlijk daar begonnen. Nou moeten we hier zijn. Dit is een winkel. George's Store. Georgie. Hallo. Of een winkel is dit? Oh, daar zit wel iemand. Ik wil zeggen, er is helemaal niemand. Hi, Mark. What's up? Oh, nee, wacht. Hij heet niet Mark. Ik kan de Mark eren. Nice. Weet je wat? Oeh, was hij warm. Ik zet even een raampje open, meneer. Don't mind if I do. Get away from me. Zijn jullie nou serieus get away from me? Ik ben een customer. What the heck? Oké. Ik heb hem ge... Oh, hij heeft een hond! Ik weet niet hoe we dat willen gaan doen straks. Ik moet ook zeggen dat ze niet heel veel in huis hadden. Oh. There's the doggo. A few moments later. Dat was een goede nachtrust. Of in ieder geval, eigenlijk was het een dagrust, want het is nog geen nacht. Maar, je snapt wat ik bedoel. Oké, waarom rijdt hij zo langzaam? Gaat hij zo meteen ook inbreken? Ik vind hem verdachter dan dat ik ben. Ik neem aan dat de winkel nou gesloten is. Dat zal hij inderdaad zijn. Oei, maar de deur... is... niet gesloten. Dat is raar. Oh, level 2. Zeg me niet dat dat ook level 2 is. Please, please, please. Yes. Oké, level 1. Ik hoop niet dat die hond binnen ligt. Het was een flink... Ik ga niet verder. Ik ga niet naar binnen, want mijn lockpick is kapot. Ik moet een nieuwe halen. Nee. Oh mijn god. No. Oké, we hebben weer een lockpick. Nice. Het is... Oh. Oh god, dit ding gaat ook weer kapot. Oh no. Yes. Ik ben wel blij dat we dat gelijk via onze telefoon kunnen doen. Het zou behoorlijk naar zijn... als ik daarvoor... Maar daar kunnen we niet door. Als ik daarvoor helemaal terug naar huis moest gaan. En we moeten een foto maken van de keuken, wat nog steeds heel vreemd is. Oeh, yoink. En cash. Nog meer cash. Zie je dat te tukken? Neem aan dat dat hem is. Oké, hoe maak ik een foto? We moeten wel even oppassen dat we dus niet de flits aanzetten. Camera en klik. We hebben geen flits. Dat is goed nieuws. Weet je wat? Ik maak een foto van hem in zijn slaap. Dat is zo eng. Ik neem ook zijn wekker mee. Dan wordt hij morgen vroeg niet wakker. Cash. Yes. Cash, cash, cash. Er ligt geld in de badkamer. Oké, ja, als je wc-rollen op zijn, moet je iets gebruiken, right? Ja, we hebben nou dus een hoop spullen. En ik ben benieuwd of we nou dan level 5 gaan worden. Ik heb mijn twijfels. We kunnen de kassa gewoon proberen. Oh, die kan niet open. Oké. Dit moet wel... Jawel, die kan wel open. Ik kan het zeggen. Dat zou heel raar zijn. Joink, $30. Het feit dat dat niet het eerste was wat ik deed, is wel echt heel dom. Ik breek in bij een winkel en ik check niet de kassa. Pam, 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 pam. Is er iets onderdeel van een mooie set? Let me see. Jazeker, we hebben de toaster en blender combo. En we kunnen deze cellen. De IKEA lamp plus de Silly stable lamp. Die doen we. De tablet en de scanner. Deun. Ik wou zeggen, we worden slapend rijk, maar we hebben er ook hard voor gewerkt. Dus Oké, nou, we hebben in ieder geval nou hoeveel? $3000. Kan ik daar wat leuke dingen voor kopen? Zoals bijvoorbeeld een blowtorch. We kunnen dit kopen. Car disassembly toolbox. En een shovel. Ik weet niet waar ik dat voor nodig zou moeten hebben.
jewelry tools, night vision goggles. Dus we halen een paar van die. En ik haal dit. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar ik wil het zo eens een keer gaan testen. Dus waarschijnlijk in de volgende video gaan wij auto-onderdelen stelen. Weet je wat ik nou realiseer? We kunnen auto-onderdelen stelen, maar ik heb nog nooit een stilstaande auto gezien. Ze rijden altijd rond. En zo in hemelsnaam, wat moet ik überhaupt doen? Someone recognizes you, get rid of the posters? Er zijn posters? Wait, what? Er zijn blijkbaar posters. Ik ben een gezochte crimineel. Waar zijn die posters? Oh, ik zag hem. Hier hangt een poster. Is dat mijn foto? Heeft iemand mij gezien? Ah, that's me. $5,000. Shish. Oké, er is nog één meer. Ik ben gewoon een gezochte crimineel. Ongekend. Oké, misschien bij dat andere hokje. Yep. Dan moeten we binnenkort dus een bivakmuts halen. Ik had gezien dat we die kunnen kopen. Ik weet niet hoe duur die waren. Maar ja, dat is dus ook wel iets om rekening mee te houden. Oké. Okay. Oh, wow. Hier hangt ook een poster. Dat is raar, want er stond ik ze allemaal al wat gedaan. No. Yes. Ik was even bang dat die kapot zou gaan. Dat kunnen wij niet hebben. Ik weet niet of iemand die thuis is, by the way. We kunnen erin. We gaan eens even loeren. Oh. Yes. Oké. Is er iemand thuis? En zo ja, dan moeten we snel gaan rennen. Mijn auto staat hier voor, dus dat is op zich niet zo erg. Hey, headphones. No brand headphones. Amazing. Oh, ik kan rechtsboven zien. Lol. Oké, er komt voorlopig niemand thuis. We hebben hem net misgelopen. Fantastisch. Kon niet beter. Het lijkt erop dat dit een beetje een shitty huis is. Deur dicht, deur dicht, deur dicht. Hide. Oh, ik zie de lampen. Ik hoop dat ze snel weggaan. Want het kan zijn dat ook de politie weggaat. En dat de bewoner terugkomt. Dat gaat elk moment gebeuren. Oh boy. Elk moment. Oh, oké, ze zijn weg. Maar dit is dus de reden waarom je dus nooit je auto daarvoor neerzet. Ik ga er vandoor. Mazzel. Oh, dat is de bewoner, of niet? Dat is letterlijk de bewoner. Is dat de bewoner? Niet. Oké. Dat was wel. Stel je voor. Alright. Nou, we zijn klaar. We gaan er snel vandoor. We zijn hier voor level up. Lockpicking level 2. Learn hotse flats. En dan kunnen wij de volgende keer de backpack vergroten. Safe cracking, heel belangrijk. En perception. Nou, dat zijn de volgende dingen die we kunnen unlocken. Maar we hebben nog niet voldoende punten. Wacht. Test even. Oh, ik moet level 8 zijn. Wel, helaas. Wat ik wel weet is dat we hier gaan stoppen. Dus vond je het een leuke video, drop zo eens een likey. Check deze video als je hem niet hebt gezien. En hopelijk tot de volgende keer. Houdoe.